deze video heb je kunnen zien hoe je een basisgroove speelt. Iets wat je kan gebruiken in verschillende soorten muziek. Die basisgroove kan je nu wat interessanter te maken door een shaker te gebruiken. Shaker heb ik in mijn linkerhand en mijn sterke hand is op de cajon. Ben je nou linkshandig, dan draai je het om. Je begint heel rustig met de shaken. Mooi, ontspannen. Als deze nou lekker voelt, probeer je eerst even de bas. Klinkt dat goed? Dan kan je de variatie van de open toon erbij doen. En als die lekker klinkt, komt de dubbele bas. En nu kan je een rondje spelen. Komt die aan. 1, 2, 3 en... Meld je hieronder aan voor de 10-weekse cajoncursus. Doe het nu.